Dag Mieke. Hey, dag, Douwe. Hallo, fijn dat ik je spreek. Voor de luisteraars, ik spreek met Mieke Hollander. En ik ga haar niet helemaal introduceren. Dat laat ik graag aan Mieke. Mieke heeft in de zorg gewerkt zelf. Heeft een achtergrond als ik het goed is, heb, als verzorgende en verpleegkundige. Onder andere, wil jij dat aanvullen, Mieke? Ja, mijn huidige functie is, ik ben een aantal jaren directeur van het Gezondheidszorgcollege geweest in ROC Midden-Nederland. Mijn huidige functie is nu directeur innovatie en co-creatie van hetzelfde ROC. En je hebt ook een hele tijd terug, als ik het goed heb begrepen, ook als zelf ook in zorginstellingen gewerkt. Klopt dat? Ja, ik ben in 1972 begonnen in de gezondheidszorg. En heb me opgewerkt, en zoals dat toen gebruikelijk was, ook specialisaties gedaan. En nou, zo'n 20 jaar geleden meer in het management terechtgekomen. Nou ja, langer dan 20 jaar, maar dan moet ik even wel heel erg gaan rekenen. En heb zo'n beetje in alle velden van de gezondheidszorg gewerkt, behalve de gehandicapten of de gehandicaptenzorg. En 8 jaar geleden de overstap gemaakt van de ouderenzorg naar het onderwijs, het MBO-onderwijs en dan echt het vakonderwijs voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpende zorg en welzijn en medewerker maatschappelijke zorg. Jij bent ook mantelzorger, onder andere voor jouw moeder. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Mijn moeder is 86 inmiddels. En sinds 12 jaar weduwe. Mankeert lichamelijk werkelijk van alles en nog wat. Van een partiële dwarslesie tot een diabetes type 1. Neuropathie. En kan dus nog wel op haar benen staan, maar is rolstoelafhankelijk. Heeft een uitgang, katheteriseert zichzelf. Dus ja, dat verdient veel respect zoals zij haar leven nog vormgeeft. Geestelijk is ze goed. Goed bij de tijd. Leest haar kranten nog. En wij zijn er heel trots op en blij voor haar dat ze niet in een verpleeghuis hoeft te wonen. En dat ze zelfstandig in haar appartement in een serviceflat woont. Maar ja, dat vraagt wel een hoop. En wij, daar bedoel ik mijn zussen. En daarmee organiseren we hoop voor haar. In de zin van thuiszorg is er voor pijnbestrijding die ze elke dag krijgt. En voor de rest heeft ze een hulp 1 keer per week. En voor de rest zorgen wij inmiddels met z'n tweeën dat. Mijn andere zus heeft een eigen zaak, dus die kan dat niet meer bijbenen. Woont ook ver weg, want mijn moeder woont in Harderwijk. Nou, ik werk in Utrecht en in Zeist en Amersfoort en ik woon in Noord-Holland. Dus je moet goed plannen om daar wat te kunnen doen. En mijn andere zus die woont in Harderwijk, maar is zelf chronisch ziek, maar die doet echt het leeuwendeel. Maar daarnaast proberen we dat zo goed mogelijk te plannen. En met ja. En dat lukt tot nu toe. Ja. Ja, dat lijkt me een hele klus zo met z'n allen. Ja, maar ja, we krijgen er ook heel veel voor terug. Kun je een voorbeeld geven? Nou, elke ochtend bel ik mijn moeder op om 7 uur. Dan als dat niet lukt, dan bel ik de verpleging. Maar dan is het altijd even een praatje en altijd belangstellend. Nou, eens per week slaap ik 2 nachten bij haar, omdat ze s'nachts dat bed soms uit moet en dat kan ze niet meer alleen. Maar de gesprekken en de intensiteit en de waardering die je hebt, nou, die is het dubbel en dwars waard. En
Was het een bewuste keuze om het zo te organiseren zoals jullie dat nu doen? Ja, dat was wel een bewuste keuze. Mijn vader is aan kanker overleden. Wij hebben met de drie dochters hebben wij hem het laatste half jaar en mijn moeder, die toen nog wat beter was, hebben wij hem thuis verpleegd. Toen op een gegeven moment bleek dat er niets meer aan te doen was. Ja. En ja, mijn moeder heeft toen wel eens gezegd: ik hoop dat als ik straks het zo nodig heb, dat jullie dat ook voor mij doen. Zonder dat zij daarbij ons een claim oplegden. Maar goed, langzamerhand groei je daar naartoe. En ja, je moet ook een partner hebben die dat goed vindt. Ja. Maar ik merk dat, dat onze partners dat prima vinden. En eerlijk gezegd vind ik ook wel, in Nederland is het soms, wordt er soms bijzonder over gedaan. Maar als je naar andere culturen kijkt, dan is de zorg voor de ouderen en het gebruik maken van de wijsheid van de ouderen is veel meer in de samenleving gevat dan in Nederland. En ik merk dat de mooie dingen niet opwegen tegen dat het soms ook zwaar is. Ja. Ja, mooi, ja. Dus dat, daar, je had ook een ervaring daar ook al mee met je vader, waarvan je ook ja. Dus nu die keuze weer hebt kunnen maken eigenlijk. Ja, dat klopt. Alleen het verschil is, met mijn vader wist je natuurlijk dat het eindig was. Ja. Ja, dit ook, want uiteindelijk weten we allemaal dat we een keer doodgaan. Ja. Maar de kwalen waar mijn moeder aan lijdt, als ik het zo mag zeggen, zijn nou niet direct van die uit dat ze daar... Dat binnen afzienbare tijd aan overlijdt. Nee, precies. Dus dat maakt het ook wel zwaarder. Ja, kan me en daarin ja. Kun je het ook wel vergelijken met mensen met dementie. Ik steun een vriendin van ons die een moeder heeft met Lewy body dementie. Ja, ik geloof dat, omdat je daar nu al helemaal geen contact meer mee hebt, dat vind ik eigenlijk zwaarder. Want dat is een hele zware vorm van dementie, hè? Ja, dat is een pittige... Nou, ik denk dat elke vorm van dementie wel ja, zwaar is. Maar het ontluisterende is dat je op enig moment geen contact meer hebt. En dat je ja, dus heel goed moet kijken en heel goed moet observeren van waar iemand blij van wordt. En je hebt de taal niet meer en je hebt het begrip niet meer. En dat is het grote verschil met mijn moeder. Die is verstandelijk, is ze goed. Die heeft haar emoties die ze goed uiten kan. En daar weet je, en die heeft haar eigen wil. En bij dementie zijn dat nou juist dingen die steeds minder worden. En dat maakt het ook zo zwaar. Ik roep wel eens dat... Een vriendin van ons al een jaar aan het rouwen is, omdat ze elke keer ziet dat ze weer een stukje van haar moeder kwijt is. Ja, ja, ja. En dat maakt het bij dementie, vind ik, moeilijk en zwaar. Ja. En is daar ook, heb je daar ook een bewuste keuze voor gemaakt om daar mantelzorg voor te bieden? Ja, ik zag op een gegeven moment... Kijk, de wereld van iemand die verstandelijk of die niet meer communiceren kan en die dus niet meer echt deel uitmaakt van de maatschappij, dat wordt eenzaam, dat wordt stil. En ja, het enige wat ik daar doe, dat is niet zo heel veel, dat is dat op het moment dat vrienden van ons op vakantie zijn en dus niet naar haar moeder toe kan, ja, ja dan ga ik erheen. Ja. En nou, dat is 3 keer per jaar, 2 weken. Dus eigenlijk stelt het niet veel voor. En zo nu en dan is dat een weekend. Wanneer zij niet echt even afstand moet nemen. Ja. Dus ja, dat is zo te overzien. Nou ja, en, niet voor iedereen, maar zeker de situatie zoals je schetst natuurlijk. Je hebt natuurlijk een andere achtergrond. Maar... Ja, en ik ben altijd erg gelukkig. Ik neem mijn hond dan mee. Ik heb een golden retriever. En ik merk dat ik zou elke kleinschalige woonvoorziening bijna adviseren van zorg dat het een kat of een hond is. Want je merkt dat je door de hond nog zo lang contact kunt maken. Ja. Dat zie je bij deze moeder. Ja.
Ja, ik merk dat nou is die hond van ons ook heel makkelijk, maar het aaien en het aanraken en ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Ik weet dat er binnen bepaalde verpleeghuizen ook kinderopvang is. Ja, dat heeft hetzelfde effect. Ja. En dan, je merkt dus dat dat soort dingen zou, ja. Nou, wat ik al zeg, ik zou zo'n kleinschalige landvoorziening gunnen dat er wat beesten in huis zijn. Ja, heeft dat En iets ik te weet dat. maken met wat jij net zei, van dat je goed moet kijken waar iemand blij van wordt? Want het viel me op Ja. dat je dat zei. Ja, nou, ik weet ook bij Anne, als zij echt heel verdrietig is en niemand kan haar bereiken, dan zet ik meestal klassieke muziek op die ze mooi vond. En dan merk ik dat ik haar daardoor bereiken kan. En ze wordt in ieder geval rustig. En hetzelfde merk ik dus als ik mijn hond meeneem. Op het moment dat ik haar de hond laat aaien, wordt ze rustig. En nou, die hond van mij, die wil alleen maar geaaid worden. Ideaal, ja. Ja, dat is zo'n knuffel die als je stopt, dan komt hij met zijn kop omhoog zo van ga even door. Ja. Ja, mooi, ja. Maar als dat dan een uur per dag zo werkt, nou dan is dat toch geweldig. Ja, want je zegt de rust, maar je zei ook bereikbaar. Dat klinkt wel Ja. naar iets essentieels, zeker in zo'n situatie. Ja. Ja, want ik ben er ook wel van overtuigd dat je mensen toch qua aanraken door sensief te zijn op wat je ziet en dat en te proberen. Nou ja, door muziek, door geluid, door wat zachts, wat ze aait, wat warm is. Daarin zie je dus gewoon wat er gebeurt. En de verpleging heeft daar ook weer baat bij, Wat bedoel je omdat dan? ze. Dan daar zie je wat er gebeurt. Nou, ze wordt er rustig van en ze begint soms te glimlachen. En dus je ziet de emotie. En dat vind ik fantastisch. Dat vind ik heel. Ik ben daar altijd erg blij om als je er vandaan gaat en je denkt van, nou, ik heb iets aan waarde toe kunnen voegen. Ja, prachtig. Want daar gaat het in feite om. Om waarde toevoegen. Ja. Ja. Verpleging en verzorging is een van de mooiste vakken die ik ken. Onderwijs natuurlijk ook, om jonge mensen het vak te leren. Maar waar het gaat, natuurlijk gaat het om kennis, dus hoofd. En natuurlijk gaat het om werken, handen. Maar nooit zonder je hart. En alles wat je vanuit je hart doet, is waardegedreven en voegt toe. Ja, dat is mijn stellige overtuiging. Ja, prachtig. Kun je dan misschien iets meer vertellen over alles wat je vanuit het hart doet, in aanvulling op wat je met je hoofd en je handen doet? Kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Of geef je dat misschien ook net aan de hand van het voorbeeld van Nou, Anne? vanuit het onderwijs kan ik daar natuurlijk een leuk voorbeeld van geven. Je kent het project Jong en Oud Leren Samen. Ja. Daphne Mensink heeft op enig moment, die werkt bij DAS Anders Zorgen, of Dirkse Anders Zorgen. Die heeft het concept van dementtalent heeft zij ontwikkeld, bedacht. En die hebben een paar jaar geleden een Europese of een, ik weet niet of het een Europese is, maar in ieder geval een prijs daarmee gewonnen. En op enig moment dacht ik, dat gaat over mensen met dementie, om die toch weer niet buiten de maatschappij te sluiten, maar juist te kijken wat kunnen ze nog wel. Ja. En zij heeft dat project is gestart in Apeldoorn met de Heidemeij samen. En nou, ik zag dat op enig moment. Ik kende Ruud Dirks ook. En ik dacht op enig moment van waarom kunnen wij dat ook niet in het onderwijs doen? Waarom kunnen we niet mensen met dementie die dat willen? Ja. Waarom kunnen we die niet voor de klas halen? En want nu, als ik het echt even plat sla, dan zie je dat in alles wat onderwezen moet worden aan verzorgen en aan verpleegkundigen. Het is zo'n veelheid der dingen dat kennis over dementie bijvoorbeeld maar heel beperkt is. En dan nog is het vaak feitenkennis.
Maar waar het wezenlijk om gaat, dat is van hoe zorg je nou dat je met die mensen, dat je je verdiept in de beleving van mensen. Dus wij hebben drie heren gevonden, Henk, Ger en Peter. Bij alle drie zijn ze eind 50, begin 60. Dus dan spreek je ook nogal over mensen met die jong zijn. Eigenlijk nog midden in het arbeidsproces zaten. Diagnose stellen was heel lastig, want wie denkt er nu bij jonge mensen aan dementie? Ja. En dus zijn geen van drieën ook op een leuke manier uit het arbeidsproces gestapt. En op enig moment is die diagnose gesteld. En nu hebben wij deze drie heren die als vrijwilliger voor de klas staan en van binnenuit vertellen van hoe het is om dit ziektebeeld te hebben, deze chronische progressieve ziekte. Ja, en wat er dan ontstaat, ik bedoel, de docent is er altijd bij, hè? Die vertelt natuurlijk eerst wat over de feitenkennis, over de pathologie, anatomie, fysiologie van dementie. De studenten krijgen van tevoren daar ook huiswerkopdrachten. Ze hebben een e-learning blended programma waar ze alvast wat kennis op kunnen halen. En vervolgens staat er dus een normale Nederlandse meneer voor de klas, die dan vertelt, zoals Henk bijvoorbeeld, die dan op een gegeven moment zegt, ja, ik heb carrière gemaakt in Alzheimer. Nou, dan heb je A, de lachers op je hand, maar B, zijn mensen meteen onder de indruk. En dan vindt het wezenlijke gesprek plaats. Dus dan mag elke vraag kan daar gesteld worden. Ger vertelt in bijvoorbeeld voor de klas aan jonge mensen van medewerker maatschappelijke zorg op enig moment dat hij nog steeds seksuele gevoelens heeft. En gaat daarover in gesprek met de studenten. Nou, wat is dat mooi dat kan. En dan merk je op een gegeven moment de waardering van deze klasse is, van deze studenten is altijd enorm. Het wordt hoog gewaardeerd. Niemand zit aan het eind van de les op de wip om al de klas uit te gaan. Dat is ook zo'n signaal. Ze gaan met respect met deze mannen om. En ze leren er nog wat van ook. Want Peter heeft dus ook Lewy body dementie. En die vertelt daar dus gewoon over. En het zijn echte levensverhalen die daar op tafel komen. En zo vertelt Peter bijvoorbeeld ook heel openhartig over dat hij zijn moeder is ook aan dementie overleden, zijn tante. Nou, hij heeft het, hij is de jongste van allen. Hij is 57. En hij vertelt dus ook heel openhartig dat hij met een scanarts gesproken heeft, met zijn familie gesproken heeft, met zijn huisarts, die hem niet helpen wil, gesproken heeft. Maar dat hij dus op enig moment uit het leven wil stappen van wanneer hij het misschien zelf niet meer weet. Maar dat heeft hij keurig vastgelegd. En dat gesprek wordt dus gewoon in de collegezaal met de studenten gevoerd. Nou, ja, dat is waarde gedrevenheid. Dat is werken vanuit hoofd, hart en handen. Ja, en dan zeg je eigenlijk die combinatie van die directe ervaring en daarover met iemand in gesprek kunnen zijn, zodat je daarop, zoals je daarnet zei, dat je kunt verdiepen in de beleving van die ander. Ja, en dat is ook, en dan maak ik meteen even het bruggetje naar, dit is ook wat de overheid op dit moment voor ogen heeft. Hè? Een participatiemaatschappij waarbij mensen niet, waar je niet spreekt over exclusie, maar over inclusie, waar mensen met een chronische ziekte nog van betekenis zijn. Ja. En waarin participatie voorop staat. En ik weet dat daar veel op af te dingen is, maar het feit dat deze drie mensen zich nog van betekenis voelen voor studenten. Dat studenten zelf zien dat ze op onderdelen adequate antwoorden krijgen. Dat ze natuurlijk wel steeds moeten blijven observeren van kan het nog? Ja. Dat is ook wat de docent natuurlijk heel goed in de gaten moet houden. Er zijn docenten gekoppeld aan deze drie mannen.
En voor hun de opgave en de taak om ook goed met de mantelzorg en met het individu in contact te blijven van hoe dat ziekteproces voortgaat en welk aandeel nog gepast is. Ja, als het gaat over hun participatie in deze vorm van het lesgeven. Ja. 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 Ja, prachtig. En zeg je daarmee dan ook van die waardegedrevenheid, dat het, om ook weer dat bruggetje te leggen met daarnet hadden we het over waar iemand blij van wordt, wat iemand raakt, dat iemand, je noemde waarde toevoegen, dat in het hart is waar het over gaat, de kern. Ja, zeker. Dat mensen waarvan we die vaak nog vooral als in dit geval dan dementerenden zien, die een bepaalde zorg en ondersteuning nodig hebben, daar is het natuurlijk niet gebruikelijk van dat zij op zo'n uitgebreide manier gewoon deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. En dat we dat ondersteunen als deel van de zorg eigenlijk, zeg je misschien ook wel. Ja. Ja, en wat ik zelf ooit ook geroepen heb, ik zal het woord dementerende nooit gebruiken. En dat komt niet omdat ik dat zelf nou zo bedacht heb. Maar dit heb ik bijvoorbeeld geleerd van Henk. Henk zegt op een gegeven moment, ik heb zo'n hekel aan dat woord dementerende. Ja. Want hij zegt, het wordt als een werkwoord gebruikt. Ik heb gewoon een chronische ziekte en ik heb een geheugenprobleem wat voortschrijdt. Mm-hmm. En ik vind het klinkt niet respectvol als er zo over mij gesproken wordt. Ik heb de ziekte van Alzheimer. En hij zei, als je kanker hebt, wordt er ook niet gezegd een kankerende. Want dan is het een scheldwoord. Mm-hmm. En dus wat ik ermee zeggen wil, ik bedoel dit niet te zeggen dat het jou op je nummer zit, maar ik bedoel dit te zeggen van, dit zijn dingen die wij geleerd hebben doordat iemand met dat ziektebeeld voor de klas stond. Ja. En hij reflecteerde dus op ons handelen. Ja. En reflecteren op handelen is een van de kerncompetenties van verpleegkundigen en verzorgenden. Ja. En je merkt dat dus als er docenten zijn of ROC's zijn die zeggen van, nou ja, dit kost ons toch zoveel energie en zoveel tijd en dat doen we niet, want het zijn geen vakmensen. Ik daag die mensen uit om te kijken van, wat staat er allemaal in het curriculum van een verpleegkundige en een verzorgende wat ze moeten leren. Mm-hmm. Dat is reflecteren op eigen handelen. Aansluiten bij de zorgbehoeften van de cliënt. Dat is heel goed observeren van wat iemand nog zelf kan. De zelfredzaamheid bevorderen van mensen. Mm-hmm. Inclusie. Dat staat allemaal in het onderwijscurriculum. En deze mannen pakken dat en passant allemaal mee in hun lessen. Ja, wauw. En dat is dus, dat, maar ze kunnen het beter nog dan de professionals, omdat wij het vanuit ons theoretisch kader aanleveren. Maar die levenswijsheid die mensen met een chronische ziekte aan ons presenteren, aan de studenten, maar ook aan de docenten, is om die reden zo ongelooflijk veel waard. Mm-hmm. Ja, want dan zeg je, want ik heb zelf niet zo'n opleiding gehad. En je hebt natuurlijk ook allerlei ervaring die je meestal ook op de werkvloer moet opdoen. Mm-hmm. Maar wat zou. Is dit dan dat wezenlijk andere, dat het gesprek met degene aan wie zorg verleend moet worden, dat daar dat stuk reflectie in en het levensverhaal wat daar in naar voren komt, is dat wat daar zo'n wezenlijk de kern is van waardegedreven onderwijs? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want wat je kijk, leren voor een professional houdt nooit op, hè? Het blijven spiegelen en blijven nadenken over wat je doet, waarom je het doet. Op basis natuurlijk van kennis. Maar dat is van zo ongelooflijke meerwaarde. Daardoor blijft je werk ook leuk. Mm-hmm. Ik denk dat, maar we zijn allemaal mens, dus beroepsdeformatie treedt bij iedereen op. Ja. Het is de kunst om, zolang je welk beroep dan ook uitvoert, om nieuwsgierig te blijven naar de ander,
om te blijven reflecteren op je eigen handelen en om altijd te blijven willen leren. En dat leren gaat verder dan alleen boekenwijsheid. Leren is ook van wijsheid van anderen. Het is een misvatting om te denken dat iemand die chronisch ziek is, dat daarmee diegene geen wijsheid meer heeft of geen toegevoegde waarde meer heeft. Ja. En ik denk dat als wij dat in de initiële opleiding, als we er daar al mee starten, ik bedoel, kijk naar artsen, die hebben dat, die doen dat sinds mensenheugenis. Zij hebben altijd in de theorie, hebben zij in de collegezaal, hebben ze patiënten erbij die hun patiëntenverhalen vertellen. En die narratieve insteek zijn wij in het mbo-onderwijs in ieder geval een beetje kwijtgeraakt. En ik vind dat we dat op een goede manier weer terug moeten brengen. Ja, want ik denk dat in alle opleidingen dat mensen steeds het beste voor hebben natuurlijk met... als het gaat over met de doelen van het onderwijs en van op de werkvloer en de bijscholing voor zover daar ruimte voor is. Alleen de praktijk is natuurlijk dat daar niet altijd veel ruimte voor is. Nee, dat is ook zo. Maar met wat creativiteit kun je, ondanks dat er weinig tijd voor is en ondanks dat je soms denkt van nou, dat kan niet, is het toch mogelijk. Ja. Is dat ook wat jij vanuit jouw ervaring bij het ROC, is dat ook wat je terugkrijgt van zorginstellingen waar je mee samenwerkt? Als ik het weer even simpel hou en ik kijk naar het succes van Dement Talent, dan wordt dat door alle beroepsbeoefenaren die daarvan gehoord hebben of die daar een gastles in meegemaakt hebben, ja, wordt dat gewaardeerd. Hmm. Als ik kijk, wij hebben van Rijnaarden, dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben wij sinds 4 jaar, denk ik nu, misschien is het al langer, hebben wij mensen met een verstandelijke beperking bij ons op school aan het werk. Mm-hmm. Zij worden begeleid door studenten. Mm-hmm. En ook die mensen vertellen hun verhaal voor de klas. Mm-hmm. We hebben 1 keer per jaar komen de ouders en de mensen van Rijnaarden komen op school, komen kijken wat deze mensen aan het doen zijn. Ik ben zo trots, plaatsvervangend trots, als ik zie dat een jongen die zwaar in het autistisch spectrum zit, aanvankelijk alleen maar een kop en een romp kon tekenen, en nu een kop, een romp, armen en benen kan tekenen en ogen, wow, dan is dat zo'n enorme stap vooruit. Krijg er kippenvel van, dat, ja. Dan heeft dat ook weer met waarde te maken. En als ik daar dan zie dat een jonge vrouw die aanvankelijk helemaal niet zei. En als ze me nu ziet in het. Ze ziet me aankomen vanuit de lift naar het restaurant toe. En van veraf al begint te roepen en te zwaaien. Omdat ze blij is dat ze mij dan toevallig ziet. Hmm. Dan denk ik van. En ik zie degene die altijd papierbak komt legen. Dat die studenten corrigeert. Als hij ziet dat ze een troep gooien op de grond. Hmm. Dan gaat daar zoveel van uit. Ook dat is waardecreatie. Mm-hmm. En je maakt mij niet wijs dat die studenten die dit aangeleerd hebben al in hun initiële opleiding, die nemen dat mee de praktijk in. Dat kan niet anders. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk ook dat er, je zei net van, we hadden het net over van nou, is daar dan kan daar genoeg tijd voor en ruimte voor zijn? Jij zegt van nou, je daagt mensen uit om na te gaan, zit dat niet? Jij zegt eigenlijk van de manier waarop we dat doen, zijn gaan doen, aan de hand van het voorbeeld van Dementalent, dat is niet iets extra's. En sterker nog, als je dit voorbeeld nu geeft, dat levert nog op allerlei fronten ook iets anders, nog extra op. Ja. Een beleving eigenlijk van hoe je op een andere manier door die waarde te onderzoeken en erkennen en aan te sluiten bij wie die ander eigenlijk is. Wat voor ja, iemand belangrijk zeker, is. Zeker, maar ik vind ook dat wij een maatschappelijke opgave hebben als school. Ja, precies. Ik vind dat ieder mens ertoe doet. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar hoe ga je dat dan? Wat doe je daar dan mee? Ja.
En hoe kun je dat dan beïnvloeden als professional vanuit het onderwijs, maar ook je merkt dat VMVN heeft jaarlijks de zorgenwoord. Daarin worden gezondheidswerkers, dus verpleegkundig verzorgende, helpende, worden uitgedaagd om iets wat ze bedacht hebben en binnen hun werk ook daadwerkelijk uitgevoerd en geïmplementeerd hebben, om dat kenbaar te maken. Dat zijn vaak helemaal geen grote meeslepende zaken, maar het zijn altijd voorbeelden die waarde in zich hebben. En ik vind het mooi dat dat geëtaleerd wordt, want het brengt mensen ook weer op ideeën. En wat bedoel jij dan als je zegt van het zijn bijna altijd voorbeelden die waarde in zich hebben? Nou, daar bedoel ik mee dat was er iemand die heeft gevraagd aan het verpleeghuis waar zij werkt, en dat was in Noord-Holland. Mag ik het stukje tuin wat er is, zou ik daar een kruidentuin met oude bloemen en struiken die 50 jaar geleden heel erg in zon waren, mag ik dat aan gaan leggen? Zodat mensen met dementie in die tuin kunnen gaan wandelen. En die geuren weer krijgen en die beleving weer hebben van vroeger. En dat die tuin zo gemaakt is dat ze daar niet uit kunnen, maar dat ze dus zelfstandig daar rond kunnen dwalen. Dat mensen die een stukje in de tuin willen werken, omdat ze dat altijd gedaan hebben, dat gewoon kunnen doen. Nou, hoe simpel is het? Ja, dat klinkt Maar zij heeft het gewoon gerealiseerd. Ja, en dat is dus aansluiten bij wat in de belevingswereld van de mensen om wie het gaat, Ja, wat voor hun belangrijk is. wat kan ik doen voor deze mensen waardoor hun welzijn meer op de voorgrond komt en ziekte wat meer naar de achtergrond gedreven wordt, maar waardoor ze toch weer, en dat ook dat daar zit ook weer iets van inclusie in. Ja, omdat zij gewoon bij kunnen blijven dragen op Ja, een manier precies. die bij hen past. Precies. Maar ze hebben ook die beleving van vroeger hoe het was om die geuren die kleuren te zien, de geuren te ruiken, de natuur te beleven. Nou, dat vind ik mooi. Ja, dat is ook inclusie. Dat Ja. je gewoon een heel spectrum tot je beschikking hebt als mens om gewoon het leven te kunnen ervaren zo vol mogelijk, zeg je eigenlijk misschien wel. Ja. 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 Wauw, indrukwekkende voorbeelden, ja. En als het gaat over, in een eerder gesprek dat wij hadden, heb je ook hadden we het even over, als het gaat over waardegedrevenheid, dat passie van mensen, dus ook van mensen in de zorg ook belangrijk is en hun drijfveren en waarden. Je geeft nu net al een voorbeeld van iemand die zo'n die dat bedenkt van ik wil zo'n tuin aanleggen. Kun je wat meer vertellen over waarom het belangrijk is dat mensen met passie kunnen werken en hoe jij dat ziet als het gaat over waardegedreven onderwijs? Waarom is dat belangrijk? Hoe kan dat werken? Nou ja, weet je, het woord passie, maakt het misschien wat zwaarder en wat groter. Maar ik denk de blijheid van of iemand die op een gegeven moment zoiets bedenkt als die tuin. Ja, ik label dat als een gepassioneerd iemand. Die is goed met een vak bezig, maar dat is niet het belangrijkste. Die heeft oog voor dat wat voor de mensen die aan haar zorg toevertrouwd vertrouwd zijn. Hoe dat beter, anders, mooier kan. Ja, dan praat je over passie. Als ik vertel aan mensen over Henk, Peter en Gea, ja, dan komt daar zoveel enthousiasme bij naar voren, omdat ik gewoon zie hoe fijn die mannen het vinden, wat er gebeurt in de interactie tussen student, docent en deze drie vrijwilligers. En dan kan ik daar alleen maar ongelooflijk blij van worden. En natuurlijk moet je er hard voor werken om dat voor elkaar te boksen. Maar dat is volgens mij passie. En ik merk gewoon, op het moment dat er sprake is van passie, kun je heel veel werk aan. Want ook al ben je lichamelijk dan moe, dan heb je toch voor de volgende dag heb je weer zoveel energie om daarmee verder te gaan.
En dat doet passie. Als ik kijk, ik heb net mee mogen werken aan een notitie op weg naar een dementievriendelijke samenleving. Ja. Dat was een initiatief van Martin van Rijn. Onze karttrekker was Irene van Ditshuizen. Nou, die heeft de passie volgens mij uitgevonden. Maar als je zag in die werkgroep, daar zaten dus ook een aantal mantelzorgers in. En we hebben uiteindelijk 11 prioriteiten hebben we uitgewerkt. En de kernboodschap was niet de ziekte, maar de mens. Kijk, als je het over de mens blijft houden en je gaat in goede reflectie daadwerkelijk op een gelijkwaardige manier met de mens in gesprek, ontstaat passie. Ja, niet één op één natuurlijk, want je kunt ook een gewoon gesprek hebben. Ja, precies. Maar op het moment dat je de waarde aan toevoegt, dus de wezenlijke belangstelling, het wezenlijke zien, het je zintuigen gebruiken, blijven zoeken naar op welke knop kan ik drukken zodat ik emotie ga zien, dan ontstaat passie. En hoe moet ik me voorstellen dat dat in het onderwijs werk kan of eruit ziet als student of mensen die zich laten bijscholen op school komen? En hoe kun je als student leren om je gepassioneerd te werk te gaan of te leren gaan of opnieuw te gaan? Ja, dan heb je het toch over rolmodellen. Mm-hmm. Ik denk dat... Sommige mensen hebben het in zich en anderen moeten het, of misschien heeft iedereen het wel in zich, alleen niet iedereen weet het, niet iedereen ontdekt het. Ja. En daarbij kunnen rolmodellen heel belangrijk zijn. En dat betekent ook dat wat docenten hun studenten moeten aanleren, dat is dat er aanspreekgedrag is. En dat vind ik nog wel eens een lastige. Het op een goede manier mensen aanspreken van wat je verwachtingen zijn. En, of op het moment dat je iets ziet wat niet klopt. Om dan je collega's daarop aan te spreken. Ja, dat is vaak heel moeilijk. Dan gaan groepsdynamica ontstaat. Mm. En, want het kan net zo goed de andere kant op slaan. Hè? Ik bedoel, je kunt ook op een vervelende manier met mensen omgaan. Ja, dan is het... Dan is het heel lastig om dat te doorbreken. En toch zul je dat altijd moeten blijven doen. Ja, dat aanspreken bedoel jij? Aanspreken, ja. Aanspreken van als je dingen ziet die je niet goed vindt. Ja. Die mensen daarop blijven aanspreken. En dat is een hele lastige, heb ik zelf ook ervaren. En dat wordt ook niet altijd gewaardeerd. Ja. En om dan toch bij je intrinsieke... overtuiging te blijven is heel, heel moeilijk. Mm-hmm. Want aan passie zit ook, klinkt, ja, je sterke kant, daar zit ook een zwakke kant aan. Als je vanuit passie iets doet, kun je je bijna niet voorstellen dat een ander dat niet op dezelfde manier doet. Maar mm-hmm. niet iedereen is hetzelfde. Nee, precies. En ja, en er zijn soms ook mensen die dat allemaal maar onzin vinden. Mm-hmm. Zelf merk ik dat je moet proberen, niet om mensen te overtuigen, maar wel om te laten zien dat iets werkt. En blijf geloven in je overtuiging daarin. Mm-hmm. En lukt het op enig moment binnen een organisatie niet, ja, dan zul je daar ook zelf de consequenties aan moeten verbinden. Ja. Maar ik denk dat je moet in eerste instantie moet blijven proberen om... Be good and tell it, laat zien wat het dan effecten scoort en hopen dat mensen daarin mee willen gaan. En lukt het op enig moment binnen een organisatie niet? Ja, ga niet je eigen... laat je passie niet verdorren. Blijf het water geven en kijk dan of je ergens anders met die passie wel terecht kunt. Ja. Is dat ook blijf waar je dan waarin... lessen op deze manier ook aandacht voor is? Is dat, je zegt net dat aanspreken, dat klinkt ernaar dat dat dan onderdeel is ook van hoe daar in de colleges aandacht voor kan zijn. Gebeurt dat nog op andere manieren? Ja,
Ja. Nee, natuurlijk wordt dat in burgerschap en omgangskunde wordt dat wel gepromoot. Maar ik wil ook niet als een hele zweverige dame met mijn passie. Ik bedoel, in heel Nederland ontberen we nog wel eens dat we elkaar aanspreken op zaken. Ja, zeker. Maar ik ben wat dat betreft ook een idealist, dus ik blijf het doen. Ja. En je moet ook daarin blijven geloven, vind ik. Ja, nou ja, als het steeds belangrijker ook wordt dat mensen zelfstandig zo lang mogelijk kunnen zijn en willen zijn vooral, Ja. dan is het natuurlijk juist ook essentieel, zo kijkt de LOC daar ook tegenaan, van het Ja. zorgonderwijs, dat vanuit de visie op waardevolle zorg van LOC komt naar voren dat aandacht voor waarde steeds essentieel is, zoals jij ook aangeeft. En als je als medewerker of als student die in de zorg gaat werken, aandacht kunt hebben voor wat voor jou belangrijk is, dan is de kans groter dat jij dat ook andere mensen met wie jij te maken hebt, die jij ondersteunt en zorg verleent, daarbij kunt helpen. Dus Precies, dat is helemaal precies. niet zweverig wat dat betreft. Nee, Het nee, feit is dat nee, er maar ik iedereen. bedoel, ik wil alleen aangeven van ja, het zit in het onderwijs, er wordt aandacht aan geschonken. Neem niet weg dat het niet alleen in die twee vakgebieden zou moeten. Het mooie zou zijn dat deze menselijke waarden, ja, moet je gewoon zoveel mogelijk doorproberen te trekken in alles wat je doet. En dat is wel altijd mijn oproep aan studenten. Kijk heel erg wat je ziet. Kijk waar mensen blij van worden. En probeer in alles wat je doet dat vorm te geven. Mooi. Zijn er nog andere kernelementen of principes van hoe die essentieel zijn als het gaat over waardegedreven onderwijs en hoe dat werkt? Nou, ik heb al heel veel gezegd, volgens mij. Je hebt heel veel gezegd, daarom vraag ik het nog maar eventjes. Nee, ik zou niet 1, 2, 3. Nee, weet je, het is zo plat als wat ik eigenlijk net zeg. De wezenlijke belangstelling voor de medemens, de wezenlijke belangstelling voor wat mensen drijft. Ja. Daar gaat het in het leven om. Ja. En zeker bij een beroep als verpleegkundige verzorgende. Vroeger werd daar wel eens heel zwaar over gedaan. Ik heb ooit een boekje gekregen van mijn oma toen ik de verpleging inging. Mieke in de verpleging heet dat. Mooi. En dat is een boekje uit 1947. Ja. En daar schrijft een moeder in, die nog met u aangesproken wordt, van ja, dat Mieke wel erg goed na moet denken of ze dit zware beroep wel wil gaan doen. En dan denk ik van, ja, het is een boekje wat. Ik heb net mijn boekenkast opgeruimd, dus daar vond ik het weer. En toen dacht ik, maar als je dit boekje doorleest, het is zo'n kinderlijk boekje voor 15-jarigen, denk ik. Ja. Maar wat hier als een rode draad doorheen loopt, is toch ook waarde. Ja. Hoe En zag je dat dan? nou, hoe serieus ze met haar theorie omgaat, wat ze eruit haalt, wat voor respect ze heeft voor haar medemensen. Dat wordt ook bevestigd. Je hebt een mooi vak gekozen, kind, zegt op een gegeven moment de directrice. Een zeer mooi vak, ja, ik citeer. Ja, mooi, hè. Maar dan denk ik van, maar weet je, dat is ook zo. Het is een prachtig vak. Maar en die waarden, die moeten we vasthouden. Ja. Je, in een eerder gesprek dat we hadden, zei je ook iets over dat systemen niet uitnodigen tot professioneel gedrag en misschien ook wel tot waardegedreven gedrag. En daarbij gaf je aan dat omdat die nu veel uitgaan van allerlei regeltjes en protocollen. Ja, dat is waar. Kijk, Mieke Gijpdonk, oud-hoogleraar vanuit Leuven en later vanuit Nederland, die zei altijd,
Kijk uit voor standaard verpleegplannen en verpleegplannen, want blijf altijd de mens zien. Iets kan nooit standaard zijn, want niemand is standaard. En wat je op het ogenblik ziet, ik ben lid van de commissie, de adviescommissie kwaliteit van Zorginstituut Nederland. Wij geven adviezen, gevraagd en ongevraagd, over de multidisciplinaire richtlijnen, modules, standaarden. Die uiteindelijk opgenomen worden in het kwaliteitsregister. Gelukkig is het besef van dat vinklijstjes niet leiden tot betere zorg diep doorgedrongen in het Zorginstituut. En ook bij de aanpalende organisaties is dat beseffen. Dus ik zie wel een soort opwaartse beweging weer naar meer die waardecreatie.